In het paasweekend stond Havelte centraal in het EBNK Offroad Racing. Op het uitdagende parcours stonden ruim 40 teams aan de start om 2 dagen verschillende proeven te rijden. Ditmaal stonden er 2 Tielse teams aan de start. Het EB Rally Team van Ilko Becker en Sijbrand Boy en Van der Valk Racing met piloot Gert-Jan van der Valk en navigator Gert-Jan Schoones. Havelte in het Drentse landschap is een perfect terrein om offroad te rijden. Onder een stralend zonnetje werd het een mooie editie. We spraken erover met de voorzitter van de NTA, Arnoud Dorpmans. Dit is een militair terrein dat wat minder gebruikt wordt dan een aantal jaren geleden. Het was een tankbaan, maar bij heel veel zand, heel veel heuvels. Wij kunnen hier rond de 400 kilometer in de weekend rijden. Nou, dat is uniek in Nederland. Klopt, en zeker vergeleken bij Zandvoort, waar natuurlijk heel veel asfalt was. Ja, Zandvoort was natuurlijk een derde zand en duinen en 2/3 asfalt. Maar hier hebben we dus 100% alleen maar zand en duinen. En dat is natuurlijk uniek. En ja, wat ik heel leuk vind, is dat het ook nog een beetje geregend heeft. Dus de auto's kunnen nu echt ook hele stukken zijn drassig, nat. Dat betekent dat het ook de stuurmanskunsten van de rijders, wordt heel veel van gevraagd. En niet alleen de stuurmanskunsten van de rijders waren belangrijk, ook de navigatoren kregen het flink voor hun kiezen. Ilko Becker had er zin in. We spraken hem direct na de eerste proef. De proloog was maar 16 kilometer en straks de eerste manche 60 en de tweede manche 100. Dus dat wordt hard werken. Ja, absoluut. Ja, nou gaan er zometeen kindjes mee rijden. Vertel eens wat er gaat gebeuren. Ja, dat doe ik samen met de SWPN. En de SWPN staat voor Stichting Wegrace Promotie Nederland. Die hebben nog een andere stichting en dat is de stichting Zorgeloos Kind. Ik werk samen met die jongens om zieke kinderen een onvergetelijke dag te bezorgen. Vorig jaar zijn we ermee gestart in Assen en dit jaar doen we dat in Havelte. De kinderen gaan straks hobbel de bobbel mee het parcours op. Ja, ik heb met de chauffeurs afgesproken dat ze rustig aan zullen doen. Maar dat de kinderen wel een indruk krijgen van wat de offroad rally inhoudt. En genoten hebben ze. Het andere Tielse team met piloot Gert-Jan van der Valk kwam in Havelte aan de stad om eens te ruiken aan het EBNK Offroad. Ze hadden er zin in. Gert-Jan, de manches gereden, de eerste echte manche. Hoe is het gegaan? Nou, de eerste manche was echt een briljante manche. We hebben er 2 banden afgereden en ben op 1 velg binnengekomen. Dus 3 banden en 1 velg zonneband. Oké, en toen? Nou ja, we hebben moeten scheppen om die wielen erop te zetten natuurlijk. Een gat gegraven onder de auto om dat wiel erop te krijgen, want de krik was te kort. Dus dat zijn allemaal van die dingetjes voor beginners, denk ik. Maar de tweede mars banden goed opgepompt en het was een super mars. Lekker gereden en niks fout gedaan. Alles is helemaal volgens het boekje verlopen? Ja, mijn co-pilootje was tevreden, dus dat zij tevreden is. Ja, maar je hebt ook niet zomaar een co-piloot, hè? Ik heb een hele briljante co-piloot. Dat is Gert-Jan Schoones van Dakka Team Schoones. En ja, die... Die weet precies te vertellen wat ik moet doen en ik hou er goed bij. Ja, jullie samenwerking verloopt ook helemaal lekker? Wij werken al heel lang samen, op andere gebieden ook. En deze samenwerking is weer een nieuwe dimensie. De hoogste tijd om het parcours op te gaan. Een natte ondergrond, mooi weer en uitdagende proeven zorgden voor mooie beelden. De Havelte 500, de editie van 2015, was een pittige opgave voor zowel rijder als navigator. Op het juiste moment draaien, keren, de aanwijzingen in het roodboek opvolgen, dat zorgde voor een goede klassering. Veel teams hadden echter de grootste moeite om dat goed te doen. Het team van 4x4 Ermelo deed dat perfect, evenals het team van de ervaren Nienke en Rick Aerts.
Marcel Blankenstein, een heel andere rit dan de vorige op Zandvoort, waar jullie de grote winnaar waren. Hoe is het gegaan, de eerste ronde? Nou, de eerste ronde is supergoed gegaan. Het echte zand hebben we natuurlijk nou gehad. Er was Zandvoort, ja, de naam zegt het eigenlijk wel, maar er was weinig zand. Maar dit was echt super. We hebben harde ondergrond, modder gehad, ja, echt mulzand, van alles. Snelle stukken, langzaam stukken. Dus, Ik heb begrepen dat het voor de navigator een flinke klus is, hè? Ja, ja, het is opletten. Kijk, we kunnen heel hard rijden, maar je kan ook heel hard verkeerd rijden. Dus ja, als navigator zijn, dan moet je echt opletten om wel het juiste spoor te vinden. Ja, en die concentratie moet je dus vandaag uren volhouden. Ja, 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 het is zometeen krijgen we nog een klein proefje. Of 60 kilometer, dat is relatief klein. En dan nog de derde voor vandaag is dan 100 kilometer. Ja, dan zijn we denk ik wel anderhalf uur bezig. En dan is het constant hoofdrekenen, situaties herkennen. En we rijden geen enkel rondje hetzelfde. Dus het is elke situatie is weer even nieuw. Ja. Heb je er zin in? Ja, tuurlijk. Ik hoop ook dat ik dat een beetje uitstraal. Maar ja, super. Van de Valk Racing reed de eerste dag niet uit. Een betonnen paaltje was spelbreker voor het Tielse team. Het ging hartstikke goed. We waren echt heel lekker bezig. En, ja, het liep allemaal perfect. En ik zocht naar grip. En ik pak een bocht te scherp. Mijn fout. En... ja, er stond een betonnen paal en die heb ik geraakt en toen was het over. Klaar. En hoe ernstig is het? Nou ja, we liggen gelijk uit de race natuurlijk, hè, want zo kun je niet meer met drie wielen rijden, niet meer rijden. Dat houdt het op. Dus jammer, heel jammer. Hoe gaat jouw vrouw hierop reageren? want volgens mij moest zij morgen hier de boodschappen mee gaan halen. Ik zeg, sorry schatje. ja, ja. Maar het is klaar? Het voor nu is klaar. We gaan hem naar Tiel brengen. Daar gaan we hem weer opknappen. En weer klaarzetten dat hij hier... ik denk binnen de week loopt het alweer. Ja. Ondanks het uitvallen heeft Gert-Jan van der Valk de smaak wel te pakken. Getuige het diepte-interview dat Gert-Jan Schoones met hem hield. Waarvan we overigens het geluid niet uitzenden. We zullen dit team ongetwijfeld nog terug gaan zien in het EBNK Offroad. Het EB Rally Team reed een degelijke eerste dag. De wagen deed het perfect onder deze zware omstandigheden. Sijbrand Boy, de eerste dag zit erop. Hoe is het verlopen? Ja, we hebben lekker gereden, goed genavigeerd, snel gereden. En wat dat betreft geen probleem met de auto. Eigenlijk mooie dag, top. Ja. Alles volgens het plaatje, de wensen? Volgens de wensen ja. Volgens het plaatje, daar zijn nu wat discussies over. Er wordt op dit moment, we hebben te horen gekregen dat we de laatste etappe niet goed hebben gereden. Het wordt nu een beetje uitgezocht. Er zijn wat discussies gaande tussen meerdere teams en de wedstrijdleiding. En hoe komt dat? Nou ja, je hebt een stuk navigatie, je hebt een aantal proeven. Iedereen heeft vandaag fouten gemaakt in de navigatie, dat is al bekend. Er is een hele grote groep die heeft zeg maar, bij situatie X een kleine fout gemaakt. Wij hebben toevallig bij situatie Y een kleine fout gemaakt. En het lijkt er nu op dat situatie X niet bestraft wordt en situatie Y wel. Jullie situatie dus? Ja, we waren daar niet de enige hoor. Ongeveer 4-5 teams met ons. Maar het lijkt erop dat onze situatie wel bestraft wordt. Dat heeft te maken met ook een soort waypoint wat daar dan toevalligerwijs in zat. En bij de andere navigatiefout, de andere teams, zat er geen specifiek waypoint in. Ja, en hoe staat het er nu voor? Waar staan jullie nu in het klassement? Nou, met deze uitslag staan we dus 25e geloof ik, of 24e, dus achteraan. Eigenlijk heel zonde, want we stonden in de top 10. En ja, we zijn dus ook eigenlijk niet helemaal eens met deze beslissing. Maar goed, dat zijn de reglementen en die moet je altijd beheersen. Alleen, er is wel nu wel een discussie gaande of die reglementen niet wat aangepast moeten worden. Er is namelijk een heel groot verschil ook. Wij hebben de route goed gereden, of tenminste nagenoeg goed gereden en vooral ook uitgereden. Maar er zijn ook teams bij, die zijn na ronde 1, 2 of 3 uitgevallen. Maar die hebben uiteindelijk dezelfde normtijd, heet dat, de eindtijd gekregen. Ja, wij dus eigenlijk alles gereden, krijgen ook die normtijd vanwege die fout. Ja, en dan zijn de verschillen eigenlijk niet meer te maken. Aan het einde van de eerste dag spraken we ook met Ronald Scholderman. Hij is piloot van 4x4 Embolo en na de eerste dag tweede op de ranglijst. Ja, eigenlijk best wel goed. Nog steeds een beetje spannend, want er is natuurlijk nog niks officieel. En ja, we moeten natuurlijk nog heel veel kilometers maken, dus er kan nog van alles gebeuren. Er is heel veel ook misgegaan, hè? Met een hele hoop teams. Hebben jullie iets van meegekregen? Nou, dat hoor je natuurlijk pas als je weer terug in het bivak bent. Bij ons is alles goed gegaan. En wat hetgeen is wat het meeste fout is gegaan, dat is het navigeren bij andere teams, gelukkig. Ja, een hele goede
navigator. Marcel is een hele goede navigator. En ik heb het geluk dat hij bij mij in de auto zit. Dus wij hebben eigenlijk alles heel goed gedaan. Op de tweede dag was het parcours in Haventen geprepareerd voor weer een dag autogeweld. Dat leverde spectaculaire en mooie beelden op. Aan piloot Ilko Becker van het EB Rally Team vroegen we hoe het roadbook voor de tweede dag eruit zag. Heel moeilijk het roadbook, het zijn veel korte notes. Als we de snelheid erin houden, moet zijband heel snel reageren. 100 meter links, 50 meter rechts, overhaaks links, en dat gaat maar door. Dus ja, dat is best wel pittig. Ja. Maar al met al? Al met al tevreden, de zon schijnt, het is mooi weer. Veel publiek, ook veel toeschouwers. Ja, dat is wat we willen, dus helemaal blij. Met de onboardcamera krijg je een prima indruk hoe het eraan toe ging onderweg. Door het uitvallen van de nummer 1 van dag 1, het team Aats, was het team van 4x4 Ermelo de onbetwiste winnaar van Haventen 500 2015. Nou, hier staat een succesvol duo. Ja, dat kunnen we nou wel stellen. Ja, nou, twee wedstrijden eigenlijk achter elkaar gewonnen. Eerst Zandvoort en dan Haventen. Dus we hebben de smaak te pakken, denk ik. Ja, ja. Hoe voelt het nou, Ronald? Ja, bijzonder goed natuurlijk. Ja, het was een hele zware wedstrijd. Met heel veel uitdagingen. Zowel zeg maar, de baan is natuurlijk heel zwaar. Het navigeren was heel moeilijk. Maar ja, als je dan met zo'n uitslag zeg maar, binnenkomt aan het einde van de wedstrijd, dan is dat super. Ja, ja. Ja. Dat vereist natuurlijk de stuurmanskunst, maar de navigator heeft volgens mij hier wel echt ook een pluim verdiend, hè? Ja, een pluim mag je wel zeggen, maar het was wel heel moeilijk. En ik heb ook wel foutjes gemaakt. Soms ook bewust, want we hadden af en toe medestrijders die achter ons aanzaten en niet van wijken wisten. Werkt dat zo? Uiteindelijk wel. We hadden iemand achter ons zitten die... Daar stonden wij een minuut op achter. Dus als hij achter ons zou finishen zonder een minuut verlies, dan zou dat goed zijn. Maar wij moesten hem kwijtrijden. Dus dan expres fout rijden. En dan hopen dat hun dan het spoor bij ze zijn. En dan weer wachten wat ze hun gaan doen. En dan zelf weer het goede pad zien te vinden. En dan proberen uit te lopen. En dat is uiteindelijk gelukt. Ja, wat een prachtig spel eigenlijk ook, hè? Ja, heerlijk, hè? Ja, ja. Zou je hobby maar zijn, hè? Nou, dat moet goed voelen. Ja. Nou, jullie gaan dit ontzettend vieren natuurlijk nu. Absoluut. We gaan zo meteen een lekker feestje maken. We wachten natuurlijk tot het echt officieel is. Maar dat ziet er goed uit en dan gaan we zeker een feestje maken. Ondanks de tegenslagen van het EB Rally Team kunnen ze toch terugkijken op een goede tweede dag in Haventen. Ja, we hebben afgesloten met een hele goede marge. We hebben heel goed gereden. Als 22e, ja, een beetje beneden onze stand gestart, maar als 8e auto gefinished. Dus heel tevreden, dat geeft een goed gevoel. Ja. Ja, dat maakt weer wat goed. Ja, dat maakt absoluut goed. Hè. Uiteindelijk rij je hier om plezier te hebben en gewoon met z'n tweeën ook gewoon een goed weekend te hebben. En dat is zeker gelukt met deze laatste etappe, absoluut. En wat gaat de toekomst nu brengen? Wat de toekomst brengen mogen? Nou ja, we gaan over 14 dagen, ja, minder zelfs, ja. Anderhalve week vliegen we naar Marokko. Gaan we deelnemen aan de Libië Rally. Daar hopen we een top 5 klassering te behalen. Dat zal er niet meevallen, want het is een internationaal heel goed veld. Mensen met Dakar-ervaring, mensen met andere grote rallies waar ze gereden hebben, dus veel ervaring. En wat dat betreft komen wij nog eigenlijk nog maar net kijken. Maar jullie zetten hoog in?
Ja, we zetten hoog in. Vorig jaar zijn we 60 geëindigd in dezelfde rally met ongeveer hetzelfde aantal deelnemers. Ja, dan wil je net echt een stapje extra. Nou, dan wens ik jullie daar heel veel succes. Dankjewel, dat hebben we nodig. En dit was een goed weekend. Dit was een topweekend. Mooie tweede wedstrijd van het EB1K Offroad Racing Series. Tot zover deze reportage van de Havelte 500 2015. De volgende race van het EB Rally Team is de Libia Rally 2015. De verrichtingen van het Tielse EB Rally Team volgen we ook in deze spectaculaire race op de voet. Graag tot dan!